Volgende oefening, die volgende skill wat ons gaan toets, is verslapping. Ik gaan meer van die backs doen, so die ordentelijke backs gaan een beetje blaar tye hee, en die wat zwakker slap gaan hoor tye. Ons de klomp ballen hier so in een groepie, 5 meter weg het onze wit kegels. Ons gaan een bal ontvang, om die wit kegel dribbel ons voeten recht krijg. Dan het ons 3 hekker al voor, een wit hek, geel hek, en die wit hek rechts. Ons gaan die ballen daardoor moet slap. So slechts as ek een bal die wit hek links het, kan ik naar die volgende hek toe gaan. En slechts als ik daar bal deed, kan ik dan naar die derde hek toe gaan en het alles vertuig. Ik weet niet of jullie wijs. Zo, we gaan hier om, ik krijg voeten recht. Slap, als hij deur, zo, we kunnen die volgende bal vat. Ons dribbel, kom hier. Kijk, daar gaan mis. Zo, neem ik weer in een vat om weer naar die hek te gaan. Voeten recht. En, daar is het deur, ik kan naar die laatste ene toe gaan. Voeten om en. Klaar. En daar is mijn tijd voorbij. Het laatste bij die oefening, als ons hier om die kegel gaan en ons slaap met ons handen bij elkaar en hoog op die stof, daar is een beetje minder beheer, maar baie meer kracht. Die volgende wat ons dan kan doen, is om met ons handen uit elkaar uit te slaap, daar is baie meer beheer, maar minder kracht. Kijk, so ons baie daar. Kijk, wat lekker beheer, maar soos julle kan sien, baie starig. En go! Om. Hek 1. Voilà, hy is deur. Soos julle kan sien, is sy slap meer een wide grip slap. Bietjie meer beheer, maar minder kracht. En tyd, 20 sekondes. 3, 2, go! Dribbel om, weer voeten recht. Slap, hek 1. Alright, hij is mis, kom weer. Jee, die energie is hier, of kan ek twee toe gaan? Alright, hij is mis, hier ek twee. Hier ek twee. Jee. Oh, hy kegel geraak, ons gee om vir jou, gaan ek 3. Ok, was hy definitief hier, ek 2. Ek 3. Ok, weer. Dit is nog 50 sekondes. En hy is weer. 56 sekondes.